Nou, wij zijn hier gekomen om ons enthousiasme over het walking voetbal over te brengen bij de leden van PH. Het walking voetbal is dus eigenlijk anderhalf jaar geleden door de Heracles ook geïntroduceerd hier in Almelo. Het is een samenwerking van de Ouderenbond en de Vriendenloterij en de Eredivisie Nederland. Om heren boven de 60 jaar weer in beweging te krijgen, voor zover ze dat niet zijn. Maar ook de sociale activiteiten bij deze heren te bevorderen. Dat ze niet tussen haakjes achter de graniums terechtkomen. En ook niet bij moeders in de keuken blijven zitten. Maar toch, voor de voeten lopen. Maar heel enthousiast, dus zeg maar gewoon blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Wij zijn gestart met de All-Stars. En dat is een project wat al langer loopt in Nederland. Het is vanuit Engeland eigenlijk overkomen waaien naar ons kikkerlandje. Het is gestart met allerlei BVO-clubs. En je ziet nu her en der in het land dat ook amateurclubs ermee van start gaan. Nou, wij zijn eigenlijk enthousiast geraakt door de Gold Stars en wat die actief waren bij ON en bij Heracles. En nou, wij waren voornemend om dat ook te gaan doen bij PA. En ik werk zelf voor het sportbedrijf en ik ondersteun PA en Oranje Nassau daarin. En nou, de vraag is de kick-off bij PH en het, nou, de opkomst is hartstikke mooi. We hebben een mooie grote groep en we gaan straks lekker trainen op het eerste veld. En ja, elke donderdagochtend vanaf 10 uur zullen we hier aan de slag gaan. En nou, ik hoop dat er nog vele mensen zich aan gaan melden om de groep zo groot mogelijk te krijgen. En dan kunnen we straks mooi meedoen met het internationale toernooi van Heracles van de Gold Stars. Dus dat is, lijkt ons prachtig. Het zijn allemaal mensen die van het spelletje houden, die van voetbal houden. Denken nog dat ze hetzelfde kunnen doen als 30, 40 jaar geleden. Maar dat valt dus tegen. Maar in ieder geval heel enthousiast daarmee bezig kunnen zijn. Zowel dus wat betreft het sportieve gedeelte, maar ook het sociale gedeelte. We hebben dus ook bij Heracles gemerkt dat het een hele leuke groep geworden is. Een groep vrienden geworden is. Die ook samen dingen doen buiten het walking voetbal. Ik doe allemaal aan walking voetbal. Dus en het... We zijn allemaal gouden oude jongens, hè? Maar ik zei net al in het voorgesprek tegen u dat zij zo vaak het talkie voetbal zou kunnen noemen. Hè? Maar we praten wat af. Ja, er zijn wel wat kosten aan verbonden. De mensen mogen gewoon meedoen het hele jaar lang. Nou, we beginnen vandaag en nou ja, een jaar verder. Dan betalen ze €90 in het jaar. En dan krijgen ze dus elke donderdagochtend een training voor. Dan kunnen ze lekker warm douchen. Dan kunnen ze gebruik maken van de kantine. Nou, voor een bakje koffie betalen ze wel. Maar goed, dat houden we zo laag mogelijk. En voor een biertje eventueel ook wel. Ja. Maar dat spreekt voor zich, denk ik. We hebben via Almelo doet mee. Hebben we in ieder geval kunnen zorgen dat de contributie... voor de mensen die het niet kunnen betalen, via hun kunt verlopen. En verder hebben wij vanuit PH nog een budgetje vrij kunnen maken voor mensen die eventueel wat voetbalschoenen nodig hebben of dat soort dingen. Dus daar is ook aan gewerkt gedacht. Nou, het was vanaf het begin was het uitgangspunt wat de gemeente ons mee had gegeven. Dus we moesten ook onze visie geven op hoe wij dat gebouw dan duurzaam gingen maken. En dat is een van de redenen waarom wij ook uitgekozen zijn als bureau. Omdat we daar gewoon een hele heldere visie op hebben. En dat het ook om meer gaat dan alleen maar energie. Maar dat het ook gaat over hoe je met je mensen omgaat. Wat het voor de gezondheid kan doen. En wat het ook nog aan bewustwording kan doen van mensen, zodat de impact groter wordt dan alleen het gebouw zelf. Het is heel breed. Het gaat over, nogmaals, over gezondheid, over flexibiliteit, zodat het ook duurzaam kan blijven in de toekomst. Energie, water, afval, landschap en ecologie. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die in het gebouw ook echt geïntegreerd zijn. Dus landschap en ecologie, bijvoorbeeld in het dak en in de omgeving. Energie met de warmte-koude opslag en ledverlichting. En nou ja, zo alle 8 thema's hebben een plek gekregen in het gebouw. Vanaf het begin af aan was de ambitie van de gemeente helder en dat was BREEAM Excellent. Er was nog geen stadhuis dat zo duurzaam was. We zijn ook de eerste die nu gerealiseerd is. Er komen een paar dit jaar, als het goed is, nog aan die ook hetzelfde certificaat ongeveer halen. En dus daar hebben we heel scherp die afgelopen jaren op moeten sturen tijdens het ontwerpen, maar ook tijdens het bouwen. Om te zorgen dat het ook echt behaald wordt, want het wordt heel streng gecontroleerd. Nou ja, onze rol is natuurlijk vooral tot aan de...
ontwerpcertificaat. Dus dat is bij de startbouw is het allemaal zo ontworpen dat het dat zou kunnen halen. Maar ja, dan moet de bouwer het ook nog waarmaken. Nou, dat gaat ook wel samen met ons, maar dat ligt vooral bij de bouwer. Nou, nu is gelukkig gebleken dat we daar met vlag en wimpel doorheen zijn gekomen. Dat... 70% van de punten die je kan halen, moet je 70% halen om excellent te zijn. En we hebben 78 punten gehaald. Ik ben heel erg trots op dit gebouw. En dan komt er nog bij dat je uit Almelo komt, van oorsprong. Dat maakt het allemaal nog veel bijzonderder natuurlijk. Ja, nee, het is heel gaaf om hier elke keer weer te komen. En om te zien dat het allemaal goed werkt. Dat de mensen blij zijn in het gebouw. En dat het financieel ook is meegevallen. En dat de energieverbruik zelfs meevalt. Dus alles ja, helemaal goed. Mooi. Oorspronkelijk uit Borculo en ik heb gestudeerd in Enschede en nu woon ik in Rotterdam. Ik doe normaal beeldhouwen, dus ik maak beelden en installaties, maar ik heb nu deze grote rode trui gemaakt waar ik ook een film mee heb gemaakt. Dus het werk wat hier van mij te zien is, is een videowerk. Ja, dat is een film waar ik met deze rode trui, hij heeft mouwen van 10 meter lang. En met deze trui loop ik door duinlandschappen en loop ik de zee in. En loop ik door een oude fabriekshal in Utrecht waar ik de trap op loop. En de mouwen die komen vast te zitten in de reling. En het is eigenlijk een soort constante worsteling met, door de lengte van deze trui. Shall be. Ik ben opgegroeid in Apeldoorn, geboren in Culemborg en ik heb gestudeerd in Enschede. En u exposeert nu in Almelo? Ja, dat is een privilege. Fijn hier te zijn. Ja. En waaruit bestaat uw werk? Nou, dat is met name fotografie. Met name, ja, ik maak analoge prints. Dus inderdaad zoals met film. Ik ben mijn eigen doka thuis aan het bouwen. Op de academie in Enschede hebben ze nog een doka. Dus ik maak voornamelijk, zoals je hier kunt zien, ook zwart-wit analoge prints op barietpapier. Daar geloof ik wel heilig in. Er zijn nog steeds veel manufacturers, veel producenten van zowel de film als het papier. Ik hoop dat het inderdaad door de jaren heen blijft bestaan. Maar ik denk dat binnen de kunstwereld het nogal heel gebruikelijk is. En de waarde van echt analoog filmmateriaal en prints, dat het wel erkend wordt. En dat zijn waarde heeft. Ed de Vries, wat ben je aan het doen?
Ik ben momenteel bezig met een espressomachine om die een ventiel te vervangen. En dat is je dagelijkse werk? Dit soort dingen is mijn dagelijkse werk nu, ja. Ik heb 25 jaar op de ambulance gewerkt. En daarvoor zat ik al in de technische sector als klokkenmaker en later instrumentmaker. En ik ben nu met vervroegd pensioen. En ik heb mijn hobby eigenlijk weer opgepakt en ben bezig gegaan om dingen te gaan repareren. En dat hoofdzakelijk eigenlijk als doel voor mensen met een laag inkomen. Om daar ook de mogelijkheid te geven om dingen te laten repareren die ze nog in de kast hebben liggen. Voordat ze het in de vuilnisbak gooien. Het voor hun bereikbaar maken, dat is mijn doel. Maar het is niet zo dat ik alleen voor die groep aan het werk ben. Ik hanteer een standaard tarief van 10 euro voor apparaten die een nieuwwaarde hebben van rond de 100, tot de 150 euro. Daarboven heb ik 20 euro en daar komen nog kosten bij voor de eventuele onderdelen. En mocht ik het niet kunnen repareren, want ik doe het tenslotte vanuit een hobby, kan ik het niet repareren, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Nou, veel koffiezetapparaten krijg je binnen, radio's, ik heb zelfs een keer een scootmobiel gehad hier voor reparatie. Ja, eigenlijk alles wat stuk kan gaan, daar komen ze mee. Ik heb vroeger de horlogemaker vakschool gedaan en vanuit die professie wil ik dat weer op gaan pakken. En of ben ik eigenlijk al begonnen om het weer op te pakken en repareer weer de klokken. Sommige onderdelen zijn moeilijk verkrijgbaar en dan is het fijn als je dan een basisvoorraad hebt waar je dan onderdelen uit kan halen. Ja. Ik zit hier vast vanaf september. September 2015 heb ik dit geopend. Ik ben 4 dagen per week open, van maandag tot en met donderdag van 10 tot 4. En ik wil dit eigenlijk sowieso de komende jaren nog op deze manier gaan doen. Mogelijk uit gaan breiden en een repaircafé op zaterdag te gaan organiseren om de zoveel tijd. En wie weet hoe een succes dit wordt om misschien groter te gaan. Maar vooralsnog wil ik dit zo houden zoals het nu is. Wat is echt het verschil tussen een repaircafé en jou? Bij een repaircafé komen de mensen met hun kapotte spullen en proberen die zelf te repareren. En krijgen daarbij hulp van anderen of van mij. En kunnen hier dan ook de onderdelen die ze nodig hebben, als ik die op voorraad heb, kunnen ze gebruiken. En ik repareer het dus zelf. Wat het voordeel is bij een repaircafé hier, is als ze het niet afkrijgen op die dag, kunnen ze het hier achterlaten en kan ik het afmaken voor ze. Nou staat daar zo'n kale boom. Wie heeft er ook zo'n boom in huis? Niemand toch? Nou, ik heb wel een idee. Misschien kan Hoge Hoed iets voor ons toveren, zodat de boom niet meer zo kaal is. Ja, ik werk met kinderen. Ik werk het meest met peuters en kleuters. En dat is onder de naam Lala Liedjes. Daarbij geef ik les op basisscholen, vooral in Almelo. En ik heb een theatervoorstelling geschreven, daar sta ik mee in theater. En ik treed daarmee ook op basisscholen en peuterspeelzalen en dergelijke. En ik heb ook een cd daarbij opgenomen met allemaal eigen kinderliedjes. Dus het heeft allemaal met muziek te maken, om de vreugde van muziek over te brengen op kleine kinderen, omdat het steeds minder wordt tegenwoordig. De belangstelling van ouders voor muziek wordt steeds minder en op scholen wordt het ook steeds minder. Dus het is gewoon heel jammer dat heel veel liedjes verdwijnen. En vandaar dat Lala Liedjes in het leven is geroepen. Iedereen weet dat het kerstmis is, maar bijna niemand weet waarom we kerstmis vieren. Heel lang geleden, begon het kerstverhaal. Luister maar eens hoe dat gaat. Dit is het kerstverhaal. Dit is echt prachtig. Dit is het kerstverhaal. Luister maar mee. Heel lang geleden was er eens een kleine koning. En die kleine koning had gehoord dat er ergens in Bethlehem een babytje was geboren. En dat
moest een heel speciaal babytje zijn. Want dat babytje zou vrede brengen op aarde. Nou, wat ik net ook zei, de muziek verdwijnt steeds meer op scholen. En ook ouders hebben geen tijd meer om liedjes te zingen met de kinderen. En ja, dat vond ik erg jammer. Dus ik heb zelf een zoontje, die is nu 6. En met hem heb ik een heleboel liedjes geschreven. En dat was zo leuk dat ik dacht van, nou, dat wil ik graag aan meer kinderen leren. En zo is eigenlijk dat idee begonnen. Zeg. Ik heet juf Hogehoed in de voorstelling, maar ook als ik de lessen geef op school, ben ik juf Hogehoed. En dan tover ik allerlei figuurtjes uit mijn hoge hoed en daar gaan dan de liedjes over. Hogehoed, Hogehoed, je doet het. Nou, jullie hebben zelfs zo goed getoverd dat er 2 figuurtjes zijn gekomen. 2! Dat heb ik nog nooit meegemaakt, echt niet. Wat is dit? Een rendier. En wat doet dat rendier altijd? Die rent voor de slee van de kerstman. Zullen we die hier onderin plakken? Nou, ik ben op mijn 20ste of zo ben ik begonnen als zangeres en heb ik heel veel opgetreden. Dus ik was wel altijd al met muziek bezig. Maar het idee om met kinderen te werken en muziekles te geven, dat had ik toen ook al, maar dat is er toen niet van gekomen. En nu ik zelf een zoontje heb, ja, is dat idee steeds meer uitgegroeid tot een, ja, tot een iets echts, zeg maar. Dag sterren en dag maan, ver bij mij vandaan. Kunnen jullie mij ook zien? Dag sterren en dag maan, als ik slapen ga. Bart, die is ook mijn vaste gitarist. Daar doen we de voorstellingen mee samen. En mijn zoontje Tijn helpt ook af en toe mee. Dus we zijn al vaak met z'n drieën. Maar het meeste doe ik wel alleen. Op de scholen en zo doe ik meestal wel alleen. En ja, de basis is eigenlijk goed. Dus het hoeft niet met meer mensen. Maar je weet nooit wat er op je pad komt. Gastmuzikanten doen ook mee. Maar het vaste team, dat zijn Bart, gewoon Bartje, en Tijn en ik. We gaan even hier naar dansen. Thank you.
hier bij, aan de overkant, zeg maar, daar is vroeger het fabriek geweest van Tubantia. Tubantia, ja. Dat was ook Ten Kate. Ten Kate was eigenlijk de grote werkgever hier in Almelo. Tussen Java en Tubantia liep de spoorstraat. Naar het station. Naar het station toe. Ja, er was geen snelweg, geen grote verkeersweg. Nee, het was gewoon... Maar het was precies wat we daar nodig hadden. Ja. Je kon er met de fiets komen en je kon er met de auto komen. En, dat was... en een soort waar links en rechts. En dan had je op de hoek, aan de stationskant, dan had je Hotel Schreuder. Ja. En de tegenhanger daarvan stond hier aan het kanaal, aan de haven. Dat was het logement Brummer. Logement Brummer, ja. De vertegenwoordigers en reizigers logeerden bij Schreuder. En ja, nou, wat zich geen vertegenwoordiger noemde, logeerde bij Brummer. Ja. Zo goedkoop mogelijk en met zo weinig mogelijk drukte eromheen. Maar zwervers, denk ik. Ja, zwervers waren het veel, ja. En van die losse kooplui, hè, die langs de huizen gingen potloden verkopen en zo. Ja, ja. Die echte over een smalle beurs beschikten, om het eens mooi te zeggen. Die konden daar terecht. Die kwamen bij Brummer terecht. Bekend is, dat heb ik zelf een keer uitvoerig meegemaakt, de moord op Tetje Hof. Nooit van gehoord? Nee. Nee. Er was een meisje dat kwam uit een jeugdopvoedingsgesticht. En had een paar dagen vrij gekregen en ging hier naar huis in Almelo. Haar ouders woonden in het woonwagenkamp. Maar tegelijkertijd was er iemand uit de gevangenis ontslagen. En die had, dat is een heel vreemd geval geweest. Die had zijn hele detentie door, had hij altijd gezegd. De eerste, de beste die ik tegenkom, die maak ik vakant. Zo. En nou, dat gebeurde toen ook. En hoe lang is dat geleden? Nou, dat is dat was vlak voor de oorlog. Oh, dus, vlak voor de oorlog? Ja, in de jaren 30, zeg maar. Ja, ja. Ik was toevallig op het politiebureau. En de regisseur Coats, die ging er meteen voor op stap. En ik zei, mag ik met u meegaan? Ja, kom maar mee, zeg. En mijn manier in de weg loopt. Ja, ja. Dus u hebt dat helemaal van dichtbij meegemaakt. Ja, en tenslotte ging alle logementen af, ook hier naar Brummer. Brummer, ja. Dat was de eerste waar ik ging kijken. En tenslotte op een logement aan de Barnse straat hebben ze die man gevonden. Bij de Veemarkt, en daar was ook nog een logement, ja. En hij heeft ook een flinke straf gekregen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Iets over de bevolkingstoename, maar dat moet toch enorm geweest zijn met al die textielfabrieken. Oh ja, dat was heel explosief. Want wanneer er een nieuwe fabriek gebouwd werd, dan moesten er ook weer nieuwe mensen komen. Want Almelo voorzag daar zelf niet in. Vandaar ook, we hebben hier vlakbij een voorbeeld van Java, de fabriek Java. Toen die in gebruik zou worden genomen, werden er meteen een heel blok, nee blokken, nieuwe huizen gebouwd. En die werd het Java genoemd. Dan had je de eerste, tweede, derde Java-straat. Oh, ja, en de Java-dwarsstraat. En bij het algemene ziekenhuis. Op de Westerijs, ja. Oh, ja. Dat was toch grond waar niemand wat aan had. Daar groeiden alleen biezen. Mensen dus, uit Friesland, gewoon in Drenthe. En al die nieuwe arbeiders daar uit het noorden, die vonden daar een plek. Ik herinner me wat hier zo'n beetje in zat. Hier woonde een oogarts. Bouwrichter. Bouwrichter, de oogarts. En is dat daar verder al een winkel? Is dat gewoon winkel verder voor waren het meest woningen. Woningen, ja. 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 Ja, maar echt. Waar Klumper in zit, dat is ook al oud. Ja, dat is zeker oud, ja. En dat huis daarnaast ook wel bij die kleine ramen. Van antiek daar, hè?
Steerhuis zit het vloerenbedrijf van Johan Abel. Oh, van ja, de broer van Abel, dat grond. Ja, hoe noem je dat? Dat vloerenbedrijf. Ja, vloerenbedrijf. Ja, nou, Almelo had vroeger 14 van die pijpen. 14 van die pijpen? 14, ja. En dit is de enige die nog overgebleven is? Dit is de enige die overgebleven is. Dat was ook die was toch in de beste conditie. Dus die was ook de moeite waard om te behouden. En? Ja, en wat doe je ermee? Ja. In het begin dachten de mensen dat daar een vuurtje onder gestookt werd om het water van de vijver van de haven warm te houden. Vandaar die hoge schoorsteen. Ja. En dat huisje, was dat vroeger een portier? Dat was van de portier, het portierskantoortje. Ja, dus aan de rechterkant daarvan was het hek, was de ingang. De ingang van de fabriek. Ja, dit huisje, dat is wel leuk dat het bewaard is gebleven, maar het kantoor aan de rechterkant was eigenlijk veel mooier. En dat hebben ze gesloopt. Zomaar, ja. Ze hebben ze op zijn Almeloos behandeld. Ja.